And Percy makes a near post run. It's helped on by Coutts. It's steered in. Wesley Sneijder has given the Netherlands the lead from behind to go in front against Brazil. Here you go. This is the flick on the important one, the first one. And Sneijder just half a yard on his man. And all you see is a row of blue statues. There you go, that's the one. Thank you very much. Coutts, it's there. Sneijder, the Dutch have come from behind. Would you believe it? The semi-finals now beckon for the Oranje. Ball flicked on by Coutts. Nobody picked up Sneijder. And it's five goals in his last seven internationals away Sneijder. Where was the Brazilian defending? Heading for the semi-finals. Zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijken hoe die corner is. Die corner komt laag. Wordt doorgekopt. De kant en daar gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder kopt. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. En Sneijder scoort. Nu geen Melo hoor. Nu geen eigen doelpunt. We weten zeker dat het Sneijder was. Nederland is van een Nederlandse achterstand op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op drie kwart van de wedstrijd. Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt. Ik had hem nog niet ingepakt. Toch voor de massa. Vijf Nederlanders in het Braziliaanse strafschopgebied. Achter de bal Robben. Kuit bij de eerste paal. Ja! Hij is binnen! Met het hoofd Sneijder. Met het hoofd. Bij de eerste paal. Verlengd door Kuit. Een kus van Sneijder met zijn hoofd. Met de dunne stekels. En de bal is onhoudbaar voor Julio César. En in deze fase van de wedstrijd verdiend. Want Nederland is uitgekroten onder het Braziliaanse juk. Het is de corner van Robben. Kuit, Sneijder. Niemand bij de tweede paal van Brazilië om de keeper te assisteren. Had dat nog gekund. Derde goal in dit toernooi van Wesley Sneijder. Hij zal ook een beetje de gelijkmaker van vandaag claimen. Die is toebedeeld aan een Braziliaan die daar pak nog deel aan had.